We staan hier op het Begijnhof in Breda. Het Begijnenwezen in Breda is zo'n 750 jaar oud. En samen met Amsterdam zijn dit de meest authentieke Begijnhoven in Nederland die zijn overgebleven. Nou, wat zie je hier? Je ziet hier zo'n 35 huisjes waarin nog steeds vrouwen wonen om het idee van vroeger levend te houden. Bij hoge uitzondering gaan we kijken of we even binnen mogen kijken in het huisje van Marjolein. Hoi Marjolein, mogen we voor deze ene keer even bij jou in je huis kijken? Vooruit, dat is goed. Dankjewel. Marjolein, hoe lang woon je hier nu? 7 jaar. Je woont hier ontzettend leuk. Ja, klopt. Ik vind het ontzettend leuk om hier te wonen. Ja, dat is een hele luxe. Helaas hebben we geen Begijnen meer. De laatste is 20 jaar geleden overleden. En het beeld wat jullie hier zien, dat zijn zuster Vrijters en zuster De Leeuw. Die hebben model gestaan voor dit beeld en het is het meest gefotografeerde object van het Begijnhof. Verder zie je hier natuurlijk de prachtige kruidentuin met maar liefst 300 verschillende kruiden met in het midden de bleekwei waar de was kon worden gebleekt. Daar zie je nog een groot huis en dat is de infirmerie, ofwel de ziekenboeg. Daar konden Begijnen ook over denken of ze inderdaad Begijn wilden worden. En hier achter mij zie je het prachtige kerkje gebouwd in Waterstaatstijl, waar heel veel gebruik van wordt gemaakt door mensen om er te trouwen, kindertjes te laten dopen. Maar de echte oude Begijnenkerk, dat was de Waalse kerk die aan het begin van het hof stond. Na de 80-jarige oorlog hebben de Begijnen die moeten inleveren en hebben ze hun godsdienst gehouden in een van de huisjes. En zo'n 200 jaar geleden is de Waterstaatkerk gebouwd. Op zaterdag 10 en zondag 11 september is het Open Monumentendag in Breda. Hier zie je een voorbeeldje wat je straks ziet op het NS-station in Breda, de aardappeleters. Speciaal op dat moment wordt er gecreëerd Welkom in de wereld van Van Gogh. En je ziet hier Jacqueline die een pose aanneemt tussen de aardappeleters. En dat kun je delen met allerlei mensen via Facebook. Hier beneden in de Begijnenzaal op Open Monumentendag, daar kun je gaan kantklossen met kinderen. Leer je het oude ambacht. En hier zie je een heel nieuw ambacht. En we willen u graag verwijzen voor meer informatie naar www.openmonumentendagbreda.nl.